Welkom allemaal op weer een volgende livestream hier op Facebook en het platform wat we allemaal inmiddels herkennen en wat misschien op sommige vlakken wel. Ik ben niet echt een TikToker om zo maar te zeggen. Proost, even aardbeidje. Laat eventjes wat van je horen als je er bent. Dat vind ik super leuk. En vandaag wil ik het hebben over de human design strategie per energietype. En ja, it's going to be super awesome. Want zo lang voelde actie nemen super onnatuurlijk voor mij. En we zijn heel erg opgegroeid in de actiecultuur, om zo maar te zeggen, van just do it. Dat is iets wat ons heel erg met de paplepel ingegoten wordt vanaf jongs af aan. Op school worden we daarmee geïnspireerd of geprogrammeerd. Een beetje gehomogeniseerd, zou je bijna kunnen zeggen. Dat is ook wat human design veel zegt over hoe we ons met onze eigen energetische opmaak zo verdwaald misschien hebben kunnen voelen in de wereld, waar sommige dingen gewoon best wel hoog op de plank der verwachtingen liggen. En waar niet elk energietype blijkbaar lijkt te werken als het ene energietype, als het andere energietype. Gemakkelijk voor mij om te zeggen. Snap je wat ik bedoel? Anyway, welkom in deze livestream. Super leuk dat je erbij bent. En als jij nog geen idee hebt van wat is mijn energietype, dan kan je die aanvragen op meerdere websites, waaronder ook op die van mij, handsonaccess.nl/jouwdesign, jouw design van het enjoy, jouw design, experiment, wat zo zachtjes op gang komt. En er staan al een paar coole video's in over aura per energietype. En ik wilde vandaag eigenlijk zelf eventjes toelichten, wat is inmiddels mijn ervaring? Ik doe de hele week al mini-readings. Ik heb er zeker al tegen de 25 gedaan. Dus mocht jij dat, en ook nog uitgebreidere sessies, ik ben met een paar mensen in. Ook in een 3 weken 1-op-1 HD Empowerment Exploration bezig. Met een 1-op-1 lijn, gewoon een beetje wat uitgebreidere sessies. En hoe langer, hoe meer ik mezelf verdiep in deze wetenschap en hoe dat zich uit in het dagelijks leven, hoe meer het me fascineert en hoe meer ik eigenlijk ook weer de energie merk om daarover te uiten en om anderen daarmee ook, te kunnen inspireren. Mij geeft dit heel veel, ik zou zeggen, mijn inner guidance is er echt ontzettend door toegenomen. Dat is nog wel een beetje aan het deconditioneren, zoals we dat ook wel noemen. Dus het kan nog een beetje warrig aandoen af en toe. En ook weet ik dat als dat zo is, als het zo lijkt, dat het zichzelf eigenlijk al ontwart. Ja, het is een soort van onze krachten werken voortdurend op, hoe zeg je dat, op volle kracht. En dus weet je, als het bijvoorbeeld aangaat op iets wat niet helemaal jouw strategie is, om zo maar te zeggen, dan kan je, eigenlijk niet zo heel blij uit de bus komen. Maar ik ga er eventjes mijn scherm delen. En we gaan gewoon eens even het volgende erbij pakken. Oh, wacht even. Ja, there we go. Daar hebben we dit scherm. Oh ja, there we go. Oh, hij staat op Inner and Outer Authority. Ik moet eventjes een paginaatje terug. Dat is misschien voor de volgende livestream. Maar goed, hier, dit heb ik al een beetje aangeraakt. De 4 energietypes. Er zijn vanaf het begin door Ra. Je kan meer over hem, degene die het heeft vormgegeven hier op de Jovian Archive, kan je daar meer over lezen. En hij heeft eigenlijk vanuit de, ieder heeft zijn eigen, hoe zeg je dat, zowel persoonlijkheid, dus, hoe zeg je dat, design, als zijn design, dat samen maakt een bepaald energietype. Dus het is niet zozeer, dat is eigenlijk meer een resultaat van alle wetenschap die met elkaar een beetje samenkomt.
En er zijn vier, in de basis vier energietypes uitgekomen die allemaal een bepaalde strategie hebben. Nou, eerst dacht ik dat woord strategie. Ik zei, ja, ik heb al genoeg strategie in mijn leven toegepast. Hey, met je strategie. Alleen toen stond er bij de generators, want ik ben, daarom zeg ik, weet je, het oorspronkelijke, hoe zeg je dat, informatie kent er vier, maar er is er ook eentje die, ja, weet je, echt via de manifesting generators, waar ik eigenlijk ook onder val met mijn design, om zo maar te zeggen. Got it, ik heb de koekjes begrepen. Dus het is vier, maar je kan het ook zien als vijf. Alleen manifesting generators zijn wel in de basis, blijken die echt een generator. Dus nou, ik zou zeggen, wat ik zo cool vind om dit allemaal, hoe zeg je dat, met z'n, om dit wat ruimer te bekijken en om alle energietypes te bestuderen, is dat ik zoveel meer kennis krijg over mezelf in respons op de wereld. Je ziet het misschien al staan hier. En de wereld in respons op mij. En ook over, ja, weet je, alle soorten relaties. Hoe dat werkt in business. Hoe dat werkt op zoveel verschillende manieren. Hoe je lichaam daarin mee deint. Wat je dus kan merken ook in je lijf als je eigenlijk tegen je strategie ingaat, of als je niet eens beseft dat er misschien wel een manier is voor actie, voor die veel beter, gemakkelijker, het gaat niet eens om beter, gemakkelijker, meer de flow in je leven en de organische kwaliteiten van jou empowert, dus automatisch, organisch naar buiten brengt. Nou, we zijn dus vier, laten we door deze vier energietypes gaan. De manifestors, generators, projectors, reflectors. Dus even kijken, ondertussen zie ik de livestream vollopen. Super leuk dat jullie er zijn. Woehoe. En misschien ook cool, als je dat wilt delen, het soort van, weet je al wat jou, welke energietype er voor jou, ja, weet je, uit de bus kwam bij het berekenen van jouw design. Als je niet exact je geboortetijd kent, dan ik zou zeggen, merk eens even, voel in je lijf. En merk soort van, oké, ochtend, is mijn lijf in de ochtend geboren, of in de middag, of in de avond. En dan kan je bijvoorbeeld eigenlijk, ja, weet je wat ik dan doe, oké, soort van tussen dit, like rond dit uur, of tussen 9 uur 's ochtends en 12 uur, dus tegen 9 uur en 11. 9 uur en 10, weet je, dat je het een beetje soort van samenpakt, zodat je in ieder geval energetisch ook een schatting kan hebben. Je kan altijd namelijk nog je geboortetijd aanpassen in welke generator ook dan ook. Of de bodygraph makers, zeg maar. Nou, generators, dat is best wel een groot gedeelte van de populatie. En wat opvallend is aan generators, is dat hun strategie is om te responderen. En ik heb dit in mijn vorige livestream ook al aangehaald, omdat het voor mij echt levensveranderend was. Het verklaarde iets voor mij wat ik heel mijn leven al doe, op alles. en dus dat mijn actie werkelijk komt in respons op wat er om mij heen ontstaat, of wat me eigenlijk al toekomt. Als generators hebben ze ook, hier staat een open en eigenlijk uitnodigende, uitbreidende aura. Dus een soort van energieveld wat ze uitstralen, om zo maar te zeggen. Dus en daarmee komt alles hen al toe. Het blijkt voor generators, als je echt soort van heel simpel gaat, wat dan ook, naar de basis van hoe een generator functioneert, is puur in respons. En daar is dus waar de... dus merk eens, komt er voor jou generator uit de bus, weet je? Of heb je misschien het energietype manifesting generator? Ik moet even mijn woorden in de gaten houden, als in ben je een generator, of ben je meer, weet je, hoort het energietype generator meer bij jou? Want eerlijk, alles is mogelijk voor je. En tegelijkertijd, door dit leven, door dit lijf, is wat je ergens bewust of onbewust gekozen hebt om, boom, hier kwam ik de
de baarmoeder uit. Zo stond alles in het universum op dit moment. En dit komt er hierdoor met al die wijsheid en al die wetenschap uit de bus. You know, het is wel cool omdat, weet je, ik was heel lang daar een beetje op tegen. Het soort van, ik doe niet aan definitie, weet je wel. En tegelijkertijd, hoe langer, hoe meer ik ging omarmen wat de matrix is. En wat mijn matrix is, om zo maar te zeggen. Hoe langer, hoe meer ik ging leven. Ik me lekkerder in mijn vel voelde. Dus hier, te responderen, ja, hoe zie je dat het soort van iets komt van buiten, daar respondeer je op, als, waar ik bijvoorbeeld hier, wat is dan eigenlijk het niet zelf thema van de generator, is frustratie. En ik keek eerst zo naar dat woord, ik zei frustratie, en toen had ik zoiets van, wauw, er zijn zoveel dingen frustrerend. En met name merkte ik dat in mijn actiegedrag, in dat ik wilde, in dat ik actie had op dit of dat, of dit idee. Merk eens hier, waar ook je acties, hoe vaak heb je als generator uitgereikt naar anderen, maar ging het eigenlijk helemaal niet zo soepel, of nergens zozeer naartoe. Terwijl als iemand bijvoorbeeld even naar je keek en je dan actie nam, om zo maar te zeggen, of op iemand afstapte, dat het wel klopte, om zo maar te zeggen, dat het wel met gemak ging. Dus het zit hem ook in die energetische, hoe zeg je dat, wat een intuïtieve ping kan ook iets zijn om te responderen. Alleen wat echt typisch is voor generators, waar generator echt soort van heel erg manifester conditionering lijken te leiden in heel veel gevallen, is in de actiestrategie van de manifester. Laten we daar eerst even naartoe. De manifester is eigenlijk meer, maar 9% van de populatie, hun strategie is om te informeren. Want actie nemen doen ze wel. Dat komt natuurlijk voor hem. Daar hebben ze geen inspiratie van buitenaf voor nodig. Ik heb nu ook hoe langer hoe meer, wat meer manifestors gewerkt. En wat ik echt zie in hem, wat ik dus altijd al zag, is dat zij kwamen met de initiatie. Zij kwamen met de actie. En waar bijvoorbeeld het ook bij heel veel manifesten soms alleen bij de actie of bij het idee of de initiatie bleef. En waar ik dan bijvoorbeeld een beetje gefrustreerd ben van, nou kom jij met dat idee en dan moet ik het weer uit gaan voeren. Omdat ik dat kan. Ik als generator heb die werkmotor, dat schijnt wel typisch te zijn voor een generator, dat een generator soort van eigenlijk altijd energie heeft en vaak ook als te veel energie weggezet wordt. Hè? Omdat dat wellicht voor anderen anders, ontvangen wordt. Dat anders resoneert in hun lichaam of in hun hoofd. Of, heel veel mensen zijn sowieso, functioneren zoals ze zijn in dat moment, of dat nou empowered is of niet. Hè? Dus dat is ook gewoon het experiment. Weet je, als je weet van een soort van, ik ben eigenlijk, als ik gemaakt zou zijn om te responderen, hoe uitzicht dat? Waar zit ik in de actiestoel als generator? En kan ik eigenlijk gewoon wat meer achterover leunen en merken, wat komt mij op toe? Want alles is er al. Voor de manifester, manifestors blijken heel veel generator conditionering te hebben om hun acties uit te voeren. En heel veel manifestors, waar heel veel manifestors zich ook wel, de manifestors die ik ken, hebben zichzelf ook ergens allemaal teruggehouden om niet onaardig over te komen op anderen, of om niet anderen steeds voor te zijn, of om, noem maar op, of om niet te groot te zijn, of niet te intens in hun werkburst. Want wat met manifestors zo lijkt te zijn, is ze werken even en dan, doen ze even chillen of gaan ze wat anders doen. Of, waar een generator echt gewoon een beetje door kan gaan.
De manifester werkt in bursts en spurts, noemen ze dat. Dus meer in sprintjes, waar een generator meer, gewoon kan blijven rijden, hoe ze dan ook rijden. Dat vind ik ook zo fascinerend om te zien, van zoveel generators die niet empowered zijn in hun gebruik van energie en energiemanagement, is dat zoveel zo ongelooflijk gefrustreerd zijn. Dan ga ik weer naar mijn werk en dit en dat. En voor manifestors, ja, weet je, die hebben dan het niet-zelf-thema van boosheid. Maar ook, dat kan zich uiten in een beetje snibbig. Of een beetje, weet je, een soort van dat je op een gegeven moment tegen, andere wordt. Nou goed, of dat ze zich in twijfel gaan op zichzelf. Van, oh, ben ik weer te veel? Ben ik weer dit? Ben ik weer dat? He, en dat bedoel, dat is in principe ook wel typisch voor de generator. Want deze beide, zowel de manifester als de generator, worden bijna energietypes genoemd. Dat wil niet zozeer zeggen dat de andere types geen energie hebben. Alleen die zijn energetisch, werken die wat anders in hun engagement, maar ook in hun workflow. En dus nog eventjes soort van wat dus essentieel is, zeker als manifester, als je samenwerkt met anderen. En ik merk hoe groot de disempowerment hierin is. Daarom is dit ook een strategie die Human Design inbrengt, is om te informeren, anderen te informeren voordat je actie gaat nemen, zodat ze weten. En zoveel manifestors zijn op een gegeven moment gestopt met praten tegen anderen, omdat ze niet gesnapt worden, om zo maar te zeggen. Of omdat ze dan maar weten, oh, dan komt die druk weer, dat ik het ook weer uit moet voeren, of dat ik me niet aan het idee hou. Dat maakt manifestors vaak ook veel meer, dat ze veel meer op zichzelf werken. Het is zo grappig, want ik zeg het nu alsof het soort van waarheid is. Merk hoe dit uitwerkt in je wereld, want niks is om het te zeggen waarheid. Ik zal even kijken of ik dit wat groter kan maken, dat het iets meer in het midden staat. Nou, dat lukt dan weer niet. Oké, nou, we zijn off-center vandaag een beetje. maar ik kan wel ietsje groter. En daar ook, hun aura is vaak, en ik ken dit van zoveel performers, dus uitvoerend artiesten, maar ook gewoon van, ja, een beetje een paar mensen die ik in mijn team heb gehad. Hun aura's kunnen overkomen als een beetje gesloten. En dat is dus echt, wil ik hier ook wel even aangeven, hoe het overkomt. Dat wil niet zeer zeggen dat ze gesloten zijn. Dus als je die stel, jouw energietype is manifester. En je hebt misschien inmiddels gehoord van, je bent zo gesloten. Goh, waarom ben je zo gesloten? Dat je eigenlijk ook misschien wel aan jezelf bent gaan twijfelen, of jezelf daar een beetje bozig over voelt, om zo maar te zeggen. Geef dat terug aan waar het vandaan kwam. Want dat was wellicht ook gewoon, iemand die ook gewoon aan het navigeren was van, hoe de fuck werkt dit nou eigenlijk allemaal hier op aarde? Eens even kijken. Leuk allemaal. Hey Ingrid, ja, we hebben er een heel gesprek over gehad van de week. That is really awesome. Heb ik ook weer veel uitgeleerd. So, that is cool. Want iedereen heeft zijn eigen ervaring. En wat voor mij zo cool is, nu ik deze informatie erbij heb en ik het in actie zie. Dit is het leukste, het in actie zien. Ik had van de week nog een heel ding met mezelf, dat ik eigenlijk merkte van, wauw, ik ben zo spuugbeu om nog maar iets aan marketing of aan verkoop te doen. Ik ben gewoon even helemaal moe van alles wat ik ooit uitgeprobeerd heb. En ook, weet je, hier in het uiten van dit ook bijvoorbeeld. Alleen gisteravond ging ik weer eventjes door een deconditioneringsgolf heen van niet zelf. Wat voor mij als manifesting generator absoluut frustratie is en boosheid. En met name pissig zijn op mezelf, dat het dan zo niet uit de verf lijkt te komen, of dat met de ene naar de andere poging. Dus het is een soort van manifesting generator, kan je beide deze ervaringen ervaren als je niet functioneert vanuit je strategie. En ik zou zeggen, voor manifesting generator heb ik zelf ook gekeken naar, weet je, wauw, wat gebeurt er als ik anderen informeer, als ik actie neem? Want het was echt een van de dingen waar ik
niet heel veel boodschap aan had. En omdat ik dan toch wel ga als manifesting generator. Ja, weet je, die worden ook wel een soort van express bouwers genoemd. De generators ook wel, ja, weet je, de bouwers. De dominante, hier, laten we eventjes dit doorgeven. Generators zijn de dominante type op de planeet met ongeveer 70% van de populatie. Nou, dat kan je in twee delen grofweg. Ik ben er niet vast voor generators en manifesting generators. En wat manifesting generators anders maakt dan de generator. De generator heeft hier dit sacral center altijd gedefinieerd. De manifester heeft hier het kill center altijd gedefinieerd. En een manifesting generator heeft een kill center wat direct gekoppeld is ofwel aan het sacrale centrum ofwel aan het ego hartcentrum of wilskrachtcentrum. Ofwel aan het emotionele centrum, de solar plexus, wat meer gaat over de golf en de ervaring en de informatie die iemand die dat als autoriteit voor een volgende livestream, hoe zeg je dat, daar informatie in opdoet, waarna ze hun keuzes maken. Dus hier gaat strategie ook al een beetje over in autoriteit. Alleen leer eventjes waarom ik deze livestream doe over specifiek strategie, is om te gaan merken waar zit ik in de actie, met name voor generators, projectors en reflectors, daar gaan we zo naartoe, en de manifesting generators. En waar kan ik gewoon echt op mijn actie vertrouwen? Hoef ik, weet je, ben ik nog bescheiden? Want als je bescheiden bent als manifester in je actie nemen of in het volgen van je weten, doe je eigenlijk jezelf, ja, een beetje geen gunst, weet je? En daarin, ik zou zeggen, laat jezelf ook toe, omdat als je hiermee gaat spelen, om ook door de fases te gaan, omdat het alsnog niet helemaal lekker werkt of afgestemd is of afgesteld voelt. Want als je gaat spelen, gaat ook het onbewustzijn eromheen. Gaat ook los zichzelf los trillen. Gaat zichzelf los dansen, om zo maar te zeggen. En met de wereld. De wereld om ons heen is letterlijk om onze krachten uit ons te halen en tot bloei te laten komen. Dit is zo wat voor mij zo'n andere dimensie krijgt met nu. Alleen al dat ik gewoon, weet je, het idee los kon laten van mezelf. Van wauw, actie nemen hoeft niet vanuit mij te komen. Het kan zeker vanuit mij komen. En waar gaat het in respons? Waar zit ik geforceerd in de actie? En toen ik dat ben gaan herkennen, waar zit ik geforceerd in de actie? En is het gefrustreerd? Voelt het bozig? Voelt het om iets op te lossen? Oké, even weer terug, even in mijn lijf. En dan merken, oké, what's next? Elk moment geeft je weer meer informatie voor het volgende moment. Oké, nou eens even kijken. Manifestors to inform. En het is ook gewoon, als je weet dat het actie is en het voelt vredig voor je, go for it. Je hoeft daar geen, want hier, dus hier is ook dus de signature theme. Ik haal ze toch weer een beetje door elkaar, maar ik kan het nou, stap voor stap is meer generator style. Hè? Manifesting generators gaan van hier naar daar, van hier naar daar. Maar goed, anyway, gelukkig hebben we deze pagina waar ik lekker heen en weer kan hoppen, want we houden het toch nog een beetje bij elkaar. Manifestors hebben ook het levensteken wat vrede heet. Als een manifester empowered bezig is, dan voelt het vaak meer. Ik sprak de afgelopen dagen iemand die een manifester type is, die zegt, ja, voor mij voelt dat dingen oké gaan of fijn gaan, voelt als flatline. Voelt als niks. En ik ging dit ook herkennen voor mijzelf. De eerste die in mij ontspannen was dat manifester ding. De manifesting generators lijken de moeilijkste te zijn, omdat ze zo ontzettend koppig zijn en zo gewend zijn aan dat actie. Om werkelijk eigenlijk te empoweren. Voor mij heeft het ook echt, dus merk ik nu echt wel wat voeten in de aarde gehad. Maar ik merk wat het me al oplevert aan levensvreugde. En hier nog eventjes het teken van de generator is satisfaction. Dus je voldaan voelen aan het einde van de dag. Bijvoorbeeld een van de dingen die je als generator ook, of generator kinderen bijvoorbeeld. Het is heel anders, het verschil tussen generator en manifester kinderen.
is dat generator hun kinderen echt een soort van hun energie, voor zover je dat zo alles wat door hen heen beweegt, echt uit moeten like leven, werken, spelen, voordat ze gaan slapen, zodat ze voldaan kunnen gaan slapen. Waar het bij manifester kinderen, die en volwassenen dus eigenlijk ook, dat het eigenlijk gewoon bedtijd is voordat ze moe worden. Hier merk of je dit wellicht herkent in je eigen kids of de kids waar je mee te maken hebt, of dat je ouders dat misschien herkennen in jou, of jij dat herkent in je ouders. Nee, nou, kijk eens wat dat doet, terwijl ik een aardbei in mijn mond stop. Dus hier staat ook, their strategy is to respond, and through response to, een strategie is om te responderen. En waarom zeg ik responderen in plaats van reactie? Voor mij is de kwaliteit heel anders. Respons is echt iets wat onmiddellijk ontstaat. Dat is ook waar de paar van de generators die ik ken, waar ik op een gegeven moment ook niet meer meekom in bepaald access consciousness gedachtegoed, wat het niet verkeerd maken of iets dergelijks. Alleen als je voortdurend op je eigen respons terughoudt en denkt dat je reageert, dan ben je dus eigenlijk je eigen strategie aan het tegenwerken. En dat is wat ik op een gegeven moment gewoon, dat werd een beetje tenenkrommend voor mij bij sommige mensen die ik heel intiem ken, dat ze heel de tijd denken dat ze aan het reageren zijn, terwijl ik gewoon kan zien, je bent heel de tijd in respons, maar ook in respons op energie. Het kan een gedachte door je hoofd responderen, je kan een gevoel door je lijf responderen. Dus het lijkt alsof ze nog reactief worden, terwijl ga relaxen in die respons en laat je lijf ook responderen, want je lijf deint ook mee in alles wat jij bent. Oké. Eens even kijken. En wat hun strategie is voor generators, is om de voldaanheid te gaan herkennen. En hier staat to avoid frustration. Ik zou zeggen ook frustratie herkennen, zodat je kan het meer een richtinggever wordt voor je. Het gaat niet zozeer om frustratie te vermijden als ik daar mijn sausje even overheen zou laten gaan of mijn awareness aan toe zou voegen. Want je bent één met alles. Dus, universum liet ons altijd al zien waar we voor of tegen onszelf aan het werken waren. En weet je, toen ik de frustratie ging herkennen, sorry, hij stond even op projector. Toen ik de frustratie ging herkennen, kon ik ook merken, wacht even, wat ben ik aan het doen? Dus niet zozeer het ding op het ding aan zich. Alleen het had vaak wel te maken met hoe ik het zag en hoe ook ik meteen overging op actie. Ja, dus generators functioneren in respons. Dat zijn ook de generators die steeds doorvragen. Digga, 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 digga. Nou goed, voor manifestors hier nog eventjes. The strategy is to inform before they act, to find peace and avoid anger. Nou, bozigheid. Wie ken jij als boze mensen? Bozig. Waarschijnlijk een manifester type. En merk, er is een verschil tussen gefrustreerd en boos. Manifesting generators kunnen ze beide ervaren. En natuurlijk, iedereen kan boos zijn. Alleen ik heb gemerkt bij de generators waar ik ook mee werk en waar ik ook sessies mee doe, die hebben die intense bozigheid niet echt zo. De manifestors daarentegen, die zijn meteen boos en skippen die frustratie, om zo maar te zeggen, als je het in die vergelijking zou zien. Dus het is wel interessant daarin. Ik ga zeker nog wat vertellen over reflectors en projectors. Daar ga ik nu naartoe. Oh, no, projectors. Awesome. Maar ik wil eventjes dit. Ze hebben een gesloten en meer afstotende aura. En ze zijn hier om hun eigen impact op anderen te herkennen, zou ik zeggen. Ben jij een manifester en hou jezelf terug in je impact, ook al voelt het spannend. Merk eens, wat zou het creëren als ik wel mijn actiespurt zou volgen? En voor generators is het
zijn ze hier met name om zichzelf te leren kennen. Oké. Okay. Dus dat is op zich wel cool, want hoeveel van de generators krijgen het oordeel over, ja, weet je, je bent zo met jezelf bezig en met dit en dat en met dit en dat. Nou, als dat ergens soort van in je design zit, of in ieder geval de Matrix, waarom zou je jezelf er nog voor veroordelen? Voor mij, nu ik dat erkend heb, verklaart dat zoveel van hoe ik mijn leven geleefd heb. Ik wil niet zozeer zeggen dat je helemaal met jezelf bezig moet zijn, maar wat ben ik? Wat kan ik? Wat heb ik te bieden? Wat heb ik te brengen? Terwijl een manifester hier, dat is ook waar de meeste manifesters terughoudend zijn, omdat impact hebben op andere woorden, wordt ik vaak gezien als negatieve invloed, om zo maar te zeggen. Nou, welke doen we eerst? De volgende. Dus, oké, nog even terug. Generators te responderen. Ik zou zeggen, mijn advies zou zijn, merk waar je geforceerd in actie, waar je meteen in actie gaat en waar je hoe de respons werkt. Op welke manier ga ik om met de wereld? Hoe snel respondeer ik eigenlijk? Alleen dat je die vragen al stelt, opent het je gewaarzijn voor die informatie om je toe te komen. Voor manifestors zou ik zeggen, waar hou ik mezelf terug? En waar zou ik anderen kunnen informeren om het voor mij meer vredevol te maken? Mijn interactie met anderen. Want wat manifestors ook vaak doen, is dat ze precies hebben van, zie je dat niet dan? Weet je? Of heb je het nou nog niet door? Go, go, go. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat iedereen hetzelfde is als jij. Dat maakt het ook zo mooi, eigenlijk. Daarom vind ik het leuk en fascinerend om meer te leren over andere energietypes. Net zoveel als dat ik graag meer mezelf langer meer herken in wat er bij mijn kaart naar voren komt. Nou, projectors. Woehoe! Ik hou van projectors. Ik hou sowieso van alle energietypes eigenlijk, nu ik het zo zie. De projectors is ongeveer 20% van de wereldbevolking. En wat ik heb begrepen in het ontstaan van ook het 7 centra chakra systeem, wat eigenlijk geëvolueerd is, geüpgraded is naar het 9 chakra systeem, waar het dus de energiecentra op maakt, is dat projectors hun strategie is te wachten op de uitnodiging. En daarmee wil ik ook toevoegen om geïncludeerd te worden, om erkend te worden, om herkend te worden voor wat je bent en brengt. En hun signature thema is dat gevoel van succes. En ik noem het expres een gevoel. En ook omdat dat meer de matrix includeert. En dat ook je lijf includeert in. Dus het is misschien niet zozeer altijd een emotioneel gevoel, maar het kan ook een fysiek gevoel zijn. Hoe voelt mijn teken, hoe voelt dat in mijn lijf? Hetzelfde voor de generators voldoening. Hoe voelt het in mijn lijf? Voor manifestors vrede, hoe voelt het in mijn lijf? Voor reflectors, surprise, verwondering. Hoe voelt dat in mijn lijf? En daar, even weer terug naar de projector, is, even kijken hier. Hun strategie is om te wachten op de uitnodiging om succes te vinden en om verbittering, want dat is hun niet-zelf thema. Verbittering, ik zei in mijn beschrijving zuur. Ik ken toevallig één projector die kan ontzettend, ontzettend zuur zijn, omdat ze wel altijd ziet wat er gaande is en waar ze leiding zou kunnen geven voor anderen. Alleen als ze niet uitgenodigd wordt, dus geïncludeerd wordt, en ze dat blijft zien en ze het idee blijft hebben dat ze daar iets voor moet doen, dat is, een beetje verzurend dus, blijkbaar. Waar ik daar gefrustreerd of pissig om zou worden, wordt zij zuur. Bitter. Nou, anyway, merk eens als je een projector als energietype hebt, soort van, oh,
Wat is dat, die verbittering? Het kan een beetje hangen naar teleurstelling ook. Natuurlijk, want je alle niet zelf thema's zijn een beetje, like, lopen in elkaar over. Ik wil ook wel even zeggen, ik heb gezien nu met het geven van de sessies en het bijvoorbeeld uit elkaar halen van design. En als ik hier ook eventjes naar mijn, ik werk nu in Genetic Matrix hier, wat ik dus ook in de mini-sessies en in de 3 weken exploration doe, is dat we echt kijken van oké, hoe ziet die persoonlijkheid eruit? Dus hoe kom je zelf meer, hoe herken je jezelf meer? Wat loopt er? Deze poorten kan je eigenlijk gewoon zien als talenten en als krachten waar je op kan bouwen. Het alles wat open is, is eigenlijk gewoon vrij voor beweging, voor aanvulling van anderen. En dat is dus ook waar dat heel vaak overgeslagen is op niet zelf of een gevoel van gebrek. En dat is een van de dingen, daar merk ik zo snel enorme shifts mee ontstaan. En als ik dan bijvoorbeeld kijk naar mijn design, die zitten dan toevallig, en ik ben de enige in deze software nu waar het zo is, die lijkt toevallig heel erg op elkaar. Alleen bij andere mensen die ik heb, sessie heb gehad, komt er gewoon een heel andere energietype uit. Ofwel bij persoonlijkheid of bij design. Dus wat met design zo is, dat is dus ook beide maak je strategie op. Maar er kunnen ook kwaliteiten van andere energietypes wel weer naar voren komen. Dus ik zou zeggen, wat eruit komt vanuit de standaard bodygraph is, die je dus hier kan aanvragen. Waar staat die? Download je bodygraph. Er komt wel één dominant energietype uit, alleen er kunnen nog 5 nuances in zitten. Wat super, like, als je dat weet over jezelf, like, voor mij is het echt soort van, wow, I'm packing. En dat is met elke sessie zo, you know. Dus eens even kijken. Dus hun aura is ook meer gefocust en absorberend. En dat is waar ik ook wel interessant vind, waar dat direct doorgaat in de strategie. Want als een projector niet uitgenodigd wordt en wel zichzelf erin gaat brengen in een bepaalde situatie, krijg je vaak een hele bijzondere energie van, heb ik jou iets gevraagd? Of wat doe je? Want hun aura is heel, zoomt eigenlijk een beetje in. Het focust. In jouw design, in het jouw design experiment heb ik ook wat filmpjes gezet over de aura types en gewoon een beetje kort van Ra, zo heet die, over de verschillende aura's. En alleen dat al te leren kennen voor jezelf, like hoe kunnen anderen je ervaren, geeft je al zoveel meer informatie van, oh, dat weet ik. Dat je niet verbaasd hoeft te zijn dat als je als manifester, you know, in die spurts kan gaan, dat andere mensen kan verbazen. Misschien verbaast het wel een, you know, misschien komt het wel gewoon anders over. Als je een projector bent en je wordt niet uitgenodigd in een gesprek en je wil jezelf er toch inzetten bijvoorbeeld, dat heel erg penetrant over kan komen. Ben je penetrant? In jouw point of view waarschijnlijk niet. Alleen wel, je komt het misschien wel voor over voor hun. Dus, wat is de strategie voor wachten op de uitnodiging? Zit ik dan heel mijn leven te wachten? Heel het leven komt me toe met gemak, vreugde en glorie? Waarschijnlijk niet. Je kan natuurlijk als projector wel gewoon merken voor het van, hey, wat vind ik leuk? Wat zet me aan? Waar hou ik me graag mee bezig? En wat je hier ook ziet aan de projector, zij zijn ook ze kunnen eigenlijk alle centra hebben behalve dat sacrale centrum, want dat zouden ze een generator maken. Dat maakt ook dat bijvoorbeeld generators en manifestors wel veel projector kwaliteiten kunnen hebben. Alleen een projector aan zich heeft, ja, een beetje andere kwaliteiten. Nou, ik zou zeggen, om dat als het ware een beetje te gaan deconditioneren, het soort van merk, welke uitnodigingen er al zijn. Welke uitnodigingen zijn er al? En een energie kan ook een uitnodiging zijn. Als je een vraag ziet, kan het ook al een uitnodiging zijn om op in te gaan. En merk ook dat waar je niet geïncludeerd wordt, het misschien ook niet voor jou is om daar te zijn. Waarom zou je daar je energie aan geven als je al niet geïncludeerd wordt, als je al niet erkend wordt en herkend wordt? Dus hier, ik zou zeggen, weet je, het is meer een soort van die lichttoren die je bent met je kennis en met je
met je skillfulness om leiding te geven. Dat is echt iets wat lijkt te zingen voor projectors. Dus dat ze echt dingen, weet je, helemaal uit kunnen zoeken en helemaal kunnen, vormgeven waar een generator meer de uitvoerder is, een manifester meer met de ideeën komt, om zo maar te zeggen. Even heel grof gezegd, hè. Eens even kijken, zijn er nog vragen over de... Hey, nog meer projectors, yes. En daar typen, hier 5-1, 1-3, 6-2, weet je, al die types, is ook heel interessant om... het zegt zoveel meer ook weer over hoe je jezelf ervaart en wat er met je lijf ontstaat met je wereld en hoe anderen je waarnemen, zeg maar. Dus ook hoe je dat kan gebruiken als je dat weet. Oh my god, dat is soort van, don't get too powerful. Eens even kijken. Maar goed, wachten op de uitnodiging. Dat klinkt dus heel passief. En ik wil wel even die misconceptie uitzetten. Alleen hier, ook weer voor de projectors, betekent het, stel je bent geleerd, je zit met die manifester conditioning van actie nemen, actie nemen, actie nemen, actie nemen. We moeten erop afstappen. Ik wil klanten. Wil jij misschien iets met me doen? Dat je echt, ik zou zeggen, als je dat zo merkt en herkent in jezelf, relax. Leer jezelf, ik zou zeggen, om uit te zoomen, jezelf te verbreden als het ware. En het kan voelen alsof het dat je in zijn achteruit gaat, maar het is het niet. Het gaat namelijk over aanwezig zijn en presence. Hetzelfde voor de generator, maar ook voor de manifester. Weet je, aanwezig zijn. Waar nodigt dit alles daartoe uit? Deze strategie naar actie nemen vanuit presence op een manier die voor jou organisch is en gaat. Hoe fijn zou het zijn om niet meer actie te nemen of te handelen vanuit niet zelf, vanuit verbittering. Of om een bittere nasmaak te hebben naar een uitreiking. Maar ik zou zeggen, mocht je een projector zijn en je bent die verbittering en die zuurheid aan het vermijden, vermijd hem niet. Want hier ook weer, in eenheid, als je het één keer aangeraakt hebt, oh, is dit die verbittering? Is dit die niet zelf? Dit is een coole vraag. Is dit niet zelf? Misschien beweegt het dan nog eventjes en is het soort van ja, nee, ja, nee, ja, nee, ja, nee. Alleen uiteindelijk zal, als het al een beetje, als het al niet voelt als niet jij, of als je er al niet succes van krijgt, of vrede, succes, voldaanheid voor een generator, of weet je, ik merk ook meer de geroerdheid bij mezelf dan zit er vaak ook al een niet-zelf element in. Niet zelf is niet jij. Alleen het is er wel. So, dat is een soort van hier even in de basis. Dus ze hebben ook een absorberende aura. Oké? Dus dat is ook presence. Aanwezig zijn. Dat wil niet zeggen dat je niks aan het doen bent. Alleen het lijkt echt wel, weet je, hoe zeg je dat, best wel iets voor de projectors om te gaan, om wel te gaan herkennen, waar zit ik ook met mijn hoofd bijvoorbeeld in actie nemen? Ik moet dit, ik moet dat, ik moet dit, ik moet dat. Is dat ook dat? Kan relaxen, haal het naar je lijf en merk welke uitnodigingen zijn er al. En merk, ik bedoel, iemand die ik ook ken, die zei, ja, mensen zeggen dat ik de uitnodiging ben. Zo, weet je, vaak laat je omgeving het ook al zien. So, relax maar even in alle informatie die jullie allemaal krijgen nu. Of je dit nou kijkt in de replay of, in iets anders. Dan de reflector. Dat is 1% van de wereldpopulatie. Nou, als je dat bekijkt op het hoeveelheid mensen die op de wereld wonen, dat is alsnog best wel een flink aantal. Inmiddels kwamen ook na mijn laatste livestream, kwamen er een paar soort van zich melden. Superleuk. Reflectors hebben eigenlijk een soort gelijke strategie. Dat is eigenlijk ook hier staat het wachten totdat de maan weer helemaal door zijn cyclus heen in is voor beslissingen, voor grote besluiten. En ik zal je zo meteen meer over vertellen.
En ook weer strategie is om te weten wanneer het jouw tijd is om iets of om iets met anderen te doen, is om geïncludeerd te worden en om te herkend te worden. Want daarin, hoe ik reflectors ook meer zie, of een voorbeeld wat ook wel gegeven wordt voor een reflector, is meer een soort van dat ze meer de shamanistische kwaliteiten hebben van dat ze ook, weet je, meer een resistente aura hebben. Dus resistent is niet zozeer weerstand, maar ook gewoon, het is zo dun, bijna niks kan ze eigenlijk raken als ze empowered zijn. Als ze weten van, wauw, zoveel space ken ik, want een reflector heeft helemaal geen, hoe zeg je dat, centra gedefinieerd. Wel poortjes en eventueel ook wel kanalen. Alleen, zij hebben ook bijvoorbeeld een andere autoriteit. Outer authority. Dat gaan ze niet in hun lijf vinden, waarschijnlijk. Natuurlijk kunnen ze dat wel in hun lijf, maar alleen, ze zijn zo één met alles, dat ze eigenlijk, stel, iets komt in hun wereld voor om een keuze te maken of om actie te nemen. Natuurlijk, weet je, als je jezelf vertrouwt en als je jezelf kent in je dagelijkse leven, dan handel je naar hoe je dat doet en hoe je dat kan. Dus zul je ook weer, hier gaat het niet erom om achteruit te zitten en om niks te doen in je leven. Wat ik heb gemerkt aan reflectors is dat hoe zij informatie, zeg je dat, tot zich nemen om uiteindelijk een keuze te maken, om een actie te nemen, is, stel, iets komt in hun wereld en, oh, wauw, dan gaan ze door al die poorten en al die informatie heen, totdat ze rond zijn als het ware. En dan ontstaat er het bewustzijn, of hebben ze al het bewustzijn doorgemerkt, doorgevoeld. Bij iemand waar ik van de week mee werkte, die ervoor dat als in, ik ga steeds niet aan het werk. Ik ben steeds aan het uitstellen. Ik ben steeds aan het dit. Ik ben steeds aan het dat. Allemaal niet zelf, niet zelf, niet zelf, niet zelf, niet zelf. Dus dat was heel erg opluchtend om te weten van, zeker hiervoor, zou zeggen, het zou bijna onterend en ongezond zijn voor je om sneller al, keuzes of acties te nemen als je niet de totale download hebt ontvangen van wat die keuze gaat creëren. Dat is, en ik ben dus zelf niet een reflector type, dus ik kan niet vanuit ervaring spreken. Alleen als je weet eigenlijk dat, ik bedoel, de reflectors die ik ken, daar ken ik de teleurstelling, met name in de samenleving en in anderen, maar ook in zichzelf. Dat is wel iets wat, weet je, als dat erkend wordt, dat je eigenlijk ook, weet je, dat het ook weer zich kan uitbreiden in, oh wauw, wat voor een verwondering is het leven eigenlijk. En daarin is ook, wat reflectors ook echt wel een kwaliteit is en lijkt te zijn, is dat ze, weet je, echt meerdere gesprekken kunnen hebben met meerdere individuen op de manieren en de energieën die hun op dat moment toekomen. En dat ze dus ook, weet je, ja, vrij stil slapen bijvoorbeeld, waar een generator, nog steeds vaak ligt te draaien en te ditten en te datten. Manifester kinderen en projector kinderen lijken ook wat anders te slapen, vaak wat rustiger. Ik zou zeggen, als er de omgeving dat ook support, hè? Ik bedoel, elk kind is aware. Dus ze zullen gewaar zijn van projecties, van ideeën die op hun zitten, van frustraties, boosheid, verbittering. zeg je dat, teleurstelling van de ouders, weet je, en de omgeving. Het zijn natuurlijk, we zijn aware beings. Dat is ook wat er door alles heen zit. Dus de strategie om geïncludeerd te worden voor reflectors. Vraag jezelf af, waar word je geïncludeerd? Wie ziet mij? Wie ziet wat ik kan doen, zijn en inbrengen? In plaats van de nadruk op, nou, ik word toch nergens ontvangen. Of ze hebben toch, ik hoor toch nergens thuis, om zo maar te zeggen. Dat zijn een beetje de niet zelf ideeën of energieën die
zo zou dat zich kunnen uiten voor een reflector, waar dat misschien voor iedereen zou kunnen zijn. Maar sowieso dat soort van ideeën zijn allemaal niet zelf strategieën in plaats van empowered met jouw energietype, functionerend, florerend en voldaan, vredevol, hoe zeg je dat, succesvol. Je ziet het ook vaak bij projecten dat ze die ho, ja, weet je, een beetje die ho, die ook wel die verrassingsfactor een beetje hebben. Dus daar lijken projectors en reflectors ook wel een beetje op elkaar. Maar goed, anyway, eens even kijken. Reflectors zijn nog eventjes dit. Are without definition and are just 1% of the population. Dus ze zijn zonder definitie en maar 1% van de populatie. En hun strategie is om een volle cyclus van de maan voor een... Dus hier staat ook echt een decision te maken. Alleen, dat gaat ook weer over naar autoriteit. Waar dit gaat dus ook eigenlijk over hun autoriteit. Dus het is eigenlijk ook maanautoriteit, noemen ze dat. En dat is anders dan alle andere typen. Het zijn eigenlijk maankinderen. Nee. Maar alle andere typen zonder kinderen zijn. Nee. Before making decisions, voordat ze besluiten maken of om helderheid te vinden. Dus dat is ook, ze krijgen door alle informatie dus ook helderheid over bepaalde situaties. En dat is wat vaak dus eigenlijk heel erg incorrect geïnterpreteerd wordt, om zomaar te zeggen, als je het zo zou bekijken, is dat je denkt dat je lang doet over een keuze. Terwijl dit is alle energetische scope. Je krijgt een hele download van het universum, om zo maar te zeggen. Om, boom, vervolgens te weten. En ga eens na als reflector, herken ik dit? Dan op een gegeven moment, dan was ik een paar weken verder en toen was het helder. Merk eens voor jezelf. En hoe vaak ben ik in teleurstelling geraakt en daar blijven hangen in dat standpunt? Dan zou ik zeggen, mocht dat zo zijn, hier, maak jezelf los. Want het is niet meer nodig. Je kan, je mag de tijd nemen voor jou. Want ook alles gebeurt voor je, niet tegen je. Alles wat iedereen ooit in zijn leven heeft meegemaakt, echt soort van komt je toe om te laten zien wat je krachten zijn, wat je talenten zijn en ook waar je het gebruikt vanuit een niet-zelf manier. En daar zijn andere mensen individueel goed in om dat in je naar buiten te brengen. En ook je lichaam laat je zien waar niet-zelf regeert, om zo maar te zeggen. Ja, bijvoorbeeld mijn mildcentrum is open, wat staat voor instinctieve, ik zou zeggen, een van de oudste awareness center over wat is wel of niet correct, goed, like, genererend, voelend voor mij en mijn lichaam. En dat wil niet te zeggen dat ik allemaal hele vreemde, hoe zeg je dat, gezondheidskeuzes heb gemaakt. Alleen een van de poorten die daaruit komt, staat ook bijvoorbeeld voor de T-cellen. En dat is wel iets waar ik intens op ben geïmpacteerd, dit leven. Om zo maar te zeggen. Een soort van, wat liet het mij zien? Is dat dan een klacht? Of is dat niet zelf die daar eigenlijk gewoon alle ruimte had om gewoon mezelf in situaties te trekken waar, ja, weet je, waar ik op zoek ging naar iets wat eigenlijk niet echt oké voor me was. Ik was daar, ik voelde me daar blijkbaar toch ook tot aangetrokken. Maar dat was met name gewoon een energie van, you know, die energie opzoeken. Maar nu is er ook een soort van wel veel meer empowerment in mij. Dus niks wat je ooit gedaan hebt is eigenlijk, het is misschien niet echt al nog uitgewerkt. Alleen, je kan het eigenlijk zo zien, dit was ook al je experiment van leven. Nu, met je strategie, heb je wellicht andere mogelijkheden. En weet je, het is een soort van, als je naar deze livestream hebt gekeken of naar deze inmiddels uur, video, wat heb jij eruit ontvangen? En ik zou zeggen, als dit totaal nieuw voor je is, als je, weet je, laat het echt even gewoon lekker fladderen door je wereld heen. Niets hoeft te veranderen aan wat je doet.
het kan een erkenning van wat fijner en gemakkelijker klopt voor jou en wat jouw functionaliteit empowert met de wereld. Want dat is waar ik merk, waar mijn, ik zou zeggen, missie voor zover het er is, is wel als ik iets doe met anderen, dat het empowerend moet zijn. Dat heb ik eigenlijk altijd al ergens geleefd. Alleen, ik raakte dat wel eens niet zozeer kwijt, alleen in mijn kluizenaarsperiodes dan uitzicht dat niet heel erg intens. En dat is waar ik nu ook weer aan het, daarom doe ik deze livestream nu ook weer spontaan, omdat, boom, ik merkte de energie om dat te doen. Wie er ook bij is nu, superleuk dat je er live bij bent en superleuk dat je er naar kijkt, naar afloop. En ja, weet je, wellicht heb je wel iets, als om zo maar te zeggen, geleerd over mensen in je familie. Over waar je met meerdere, ja, niet-empowerde strategieën hebt samengewerkt die zich uiten in niet zelf. En waar je wel met misschien, you know, bewust of niet bewust, wel uit de verf kwam, omdat je je strategie volgde. En nogmaals, alles is een experiment. Het is geen religie. Want jij bent ook degene die daarin weet wat klopt voor jou. En wat kan deze informatie erkennen in eigenlijk, weet je, wat er al was vanaf het moment dat je op aarde kwam. En wat er al in je design stond een paar maanden daarvoor. Zo, ja. Hoe wordt het nog leuker dan dat? Dus even kijken. Dus leading to, nog eventjes de reflector aflezen. Hun strategie is om een volle maancyclus te wachten. En nog even op het woord wachten. Wachten, het voelt als wachten. Omdat we zo verslaafd zijn geraakt, maar ook geprogrammeerd zijn in die actie. Ja, wachten om te responderen, wachten om uitgenodigd te worden, wachten om totdat de maan vol is, wachten totdat je geïncludeerd wordt. Het voelt als wachten. Alleen wat werkelijk zo is, is de presence van, is dit voor mij of niet? Of is dit niet voor mij? Wat weet ik? En we zijn eigenlijk zo uit ons presence verleid, misleid. Je kan het zien op hoe dan ook. En uiteindelijk is deze matrix waar we met z'n allen in leven. Waar dingen zoals geld en, you know, en hebben van een huis en gewoon, ja, onderdeel zijn daarvan. Het is ook allemaal bewegende energie. Waar het eigenlijk, het is maar net hoe je dat wilt zien. Wil je dat nog zien als iets wat onveilig is? Of wil je het, of zou je het kunnen zien, wat zou meer organisch zijn voor je, als iets wat, waar je voorzichtig voor moet zijn of angstig? Of waar je ook, weet je, kan merken van, wauw, ik weet, ik ben, weet je, macht, kracht, creativiteit. En ook, wat zegt dit over controle bijvoorbeeld? Weet je, dat is ook vaak waar we, als we niet strategie volgen, waar we controle gaan doen. En wat kan er ontstaan vanuit je aanwezigheid, wetend hoe het werkt. En, of hoe dit in ieder geval werkt en op welke manier het kan herkennen. Ja, dat is een cool avontuur. Dus het leidde tot een leven met meer verrassing en minder teleurstelling. Ze hebben een resistente en samplende aura. En ze zijn hier, ze leren hier eigenlijk meer om te reflecten dan om te identificeren. Dat is dus ook nog iets aan de reflector. Is dat ze werkelijk de capaciteit hebben om, ik zou zeggen, meer wat congruent is of wat wel of niet klopt, om dat terug te spiegelen, om zo maar te zeggen. Omdat ze zo transparant zijn in hun zijn. De ene gaat er wat sneller op, de ander is er wat rustiger in. Dat ligt ook best wel aan profiel. Nu heb ik dat kunnen zien. Ik ken bijvoorbeeld een reflector 5-1. Nou, die 5 staat meer voor een disruptor, een soort van wakker
of een opshaker, een helper, een redder, om zo maar te zeggen. Dat werk, die werkt heel anders dan een 2-4 reflector. Ik ben toevallig dan een 2-4 profiel, toevallig. Die is meer een kluizenaar en dan opportunistisch met anderen. Waar ik dus ook achter kwam door 2-4 profiel, even buiten strategie, dat ik bijvoorbeeld een opportunistisch lichaam heb. Dat heb ik dus, dat kan ik ook al herkennen. Daar zitten dus ook zoveel kwaliteiten in die eigenlijk door, ik zou zeggen, niet erkenning van wat dat is, weet je, konden lijken op veel fysieke klachten of konden lijken op dat ik energetisch overgenomen werd door anderen, terwijl mijn engagement is daar gewoon heel sterk en lijfelijk ook is mijn lijf in eenheid met andere lichamen ook. Ik heb die spier al lang getraind met wat ik kon doen en had. En dit versterkt echt nog meer van, dat kan ik wel herkennen, ja. Dat voel ik wel, resoneert wel met mijn lichaam. Een soort van happy body. Dus, eens even kijken. Zijn er nog vragen? De kijkers gaan in en uit. Dus volgende, dat is ook wel leuk. Om de inner en de outer authority gaan te leren kennen. We zijn er meerdere namelijk. Voor nu, ik ga hier na deze livestream in het jouw design, enjoy jouw design experiment hier. Hier, de 5 energietypes aura. Nou, strategie, we zijn inmiddels soort van op, stap 3, zonder dat ik het echt gepland heb. In respons op mijn, niet op mijn hoofd, maar op mijn lijf en de energie. Ja, boy, het is wel een... we zijn vaak zo gewend, nog even over strategie, we zijn vaak zo gewend om het tegenovergestelde te doen van wat eigenlijk ons leven heel gemakkelijk en flowvol zou maken. En ergens ben ik dus ook echt wel heel dankbaar dat ik alle niet empowerde situaties wel gehad heb, want mijn vergelijking en mijn richting is zoveel helderder, omdat ik wel inclusief ben met zoveel meer dingen die ik eigenlijk gewoon niet meer hoef te doen. Toen ik dit helemaal doorhad, frustratie en boosheid, kon ik 70% van mijn vorige business bijna in 1 week loslaten. Ik heb het gewoon gedaan. Ik merkte gewoon, frustratie. En dan, wat het mooie was, toen ik het herkende, ging het dwarrelen. Het ging dwarrelen, ik ging bewegen. Ik zou zeggen, dat wil ik niet meer doen. En tegelijkertijd was het, toen ik dat zei, was het ook eigenlijk de frustratie en de boosheid die ervan afging. En de business die weer kon ademen. Maar ik die ook weer kon ademen. Mijn lichaam die weer op een andere manier kon ademen in plaats van door te duwen op dat niet zelf, van het niet volgen van die strategie. Dus misschien kan je nu al merken, het is een soort van, wauw, waar herken ik dit in mijn leven? Waar herken ik dat ik wel strategie volg? Waar herken ik dat ik niet mijn strategie volg? Wat kan zich aandienen? En weet, strategie is eigenlijk ook meestal, dat merk je in het moment. De gevoelens, ik zou zeggen, volg je wel of niet je strategie, hou je niet zelf woord in de gaten. Frustratie, boosheid, verbittering, zuurig of teleurstelling. En tegelijkertijd, als je al een beetje van allemaal ervaart, dan weet je, het is niet zelf, het is niet iets om te clearen, het is niet iets om van af te komen, het is wonderlijke informatie om je voorwaarts eigenlijk te empoweren, je echt in te laten weten van, dit is niet jij. Heb die voldaanheid, heb die vrede, heb die, die succes, heb die verwondering. Het mag. Je bent hier om ook de grootsheid van het leven te ervaren. En voor zover je nog geen toestemming had gegeven aan jezelf bij deze. Hier kan je erbij komen in jouw design. Het is nog een beetje stil, omdat ik daar nog niet heel veel meer had gedaan. Maar ik heb nu de energie, dus ik ga iets doen rondom strategie en energietypes.
So if you want to come play. Hier zit mijn eerste livestream. En hier kan je je bodygraph opvragen. Hier staan ook nog andere resources naar Jovian Archive en My Bodygraph. En ook nog een paar tips en bronnen hier over een paar artikelen van de happiness. Een paar apps die ik... Er zijn trouwens meer apps, alleen dit is wel... Het is een Engelstalige wel, maar er zijn ook Nederlandstalige apps. Like, kijk gewoon eens wat er is en ga gewoon eens kijken. Een paar Instagram-accounts hier. Nikki Willems heeft een heel tof Nederlands e-book. Dit is nog eventjes een beetje een bijschrijfsel van mij. En wat hieronder ook nog staat is... Nou, heb je interesse in een 1-op-1, hoe zeg je dat, HD Empowerment Exploration... of een mini-sessie, dan kan je hier kijken. En dat is hier, weet je, die staat ook bij. Zolang ik er energie op heb, ga ik de gratis mini-sessies doen. Je kan ze ook zien als in, weet je, bedoel, zou je langer hiermee op door willen gaan in bijvoorbeeld een 3 weken? Ja, waar ik eigenlijk gewoon helemaal voor je ben. En waar we gewoon samen op pad gaan met meerdere sessies. En kijk, oké, wat empowert jou? Of wat gaat er in je leven? Is het iets met relaties, business, lichaam? Is het gewoon algeheel functioneren wat het eigenlijk voor mij is? En, maar goed, deze sessies die zal ik met regelmaat aanvullen. Je kan dit ook trouwens het overigens vinden in de sessie tab. En dus als je ook anderen kent die zoiets hebben van wow, daarvoor zou zo'n mini reading ook wel cool zijn. Laat ze dan hier hun kaart aanvragen en hier de sessie inplannen. En ja, ik zal misschien even nog het e-mailadres erbij zetten, zodat als de data vol zijn, zo maar te zeggen, dat ze wel eventjes een... trouwens, als je hierop klikt, krijg je volgens mij ook... Kan je ook een e-mail sturen? Oh nee, staat er niet bij. Nou goed, anyway. Dus nou, ik ben benieuwd. Ik ga even naar de kop. De laatst naar de digestion te kijken. Ook leuke info. Ja, super interessant. Want dat verteringstype zegt dus eigenlijk niet zozeer over wat over het eten wat je eet, maar hoe je eten en informatie en energie verwerkt. En voor mij is dat bijvoorbeeld een buzzing atmosfeer, maar voor anderen die ik ken, maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit wat ik eet, zolang ik maar een beetje in geroezemoes ben, om zo maar te zeggen. Ik herken dit. Ik eet zoveel lekker als er anderen bij zijn, maar dat is voor niet iedereen zo. Zo, het is een coole verkenning. En dat staat dus ook al in je basis bodygraph als je die hier aanvraagt. Ik zal eens even kijken. Ik zal even delen stoppen. Hallo, nu zie ik mezelf weer groot. Familie, zegt Angelique. Kom er net in, ga de replay kijken. MG, ja, die heb ik als eerste. Ik ben begonnen met de generators en de manifestors. En daarna ben eigenlijk het lijstje afgegaan. Eens even kijken. Tempo, tempo, tempo nu, zeggen anderen. Rustig aan. Ja. Dat geduld waar we het over hadden vanmiddag. Ja, terwijl je wil dat het sneller zou kunnen... Ja, dat is echt wel iets waarom, ja, dat ongeduldig zijn. Ik merk gewoon elke keer als ik relax, als ik sneller wil dan dat, ik zou zeggen, dan dat er ontstaat. Ja, soms kan het ook alle kanten op zo'n moment. Dus ik heb gemerkt dat het hoe langer hoe meer niet eens echt klopt, dat ongeduld. Het is meer een ontspinning van mijn niet zelf op zo'n moment. Wat ik wel weet vaart te gaan maken, alleen moet je nagaan hoe vaak nog ik boosheid en frustratie zag om iets als in, my god, ik moet dit oplossen of zo. Terwijl nu is het echt een richting energie. Oh ja, die ga ik in niet zelf. Cool, well, let's relax. En ik merk dan al de energie verschuiven naar wat anders. Maar hoe meer ik dat herken, hoe meer ik zou zeggen, ik niet alleen lekkerder in mijn vel zit, maar hoe sneller de veranderingen gaan. En het is wel een doorlopend proces om mezelf zo op die manier te leren kennen en om ook daar andere energieën voortdurend ook meer in toe te laten. Alleen ik vind het wel een heel fijn proces, want ik heb wel zoiets van, wauw, weet je, ik ben hier op de planeet, like, I want to have an amazing life. Ik heb geen zin, geen tijd, geen
om nog langer te leven als niet zelf, om zo maar te zeggen. So, het is tijd voor wat dat is. Dus even kijken, wat zit er nog meer? Aardbeien erbij, ja, exact. Jessica, ik hoop dat je nog wat, misschien ben je nog wel wat, dat het over de, dat je iets had aan iets over de reflector. Dus even kijken, ik hou van de manifesting generators, de hybride onder de energietype. Hey Vanessa, Vanessa en ik gaan binnenkort, als het aan mij ligt, Vanessa is ook een projector, ook bezig, ze heeft prachtige geschreven rapporten, of rapporten, ja, hoe noem je dat? Guidebooks. En ook een hele coole kind, ouder kind, ja, ze zeggen, wat begeleiding daar, hoe noem ik dit? maar goed, we gaan binnenkort iets doen, so let's see how that goes. Manifesting generators, manifestors, manigen. Oh, wat grappig, want nu kan ik dus ook, dan zie ik al jullie energietypes, met sommige van jullie heb ik ook al gewerkt. En dan zie ik dat en heb ik echt zoiets van, oh wow, want ik heb echt de tijd genomen om dit uitgebreid te bestuderen de afgelopen tijd. En ik vind het super leuk, met name omdat het echt het gemak bij de, en de vrede en de erkenning, dus de minder stress terugbrengt in het leven, in het business en in het life. En soms, ja, weet je, moet niet zelf zich totaal exposeren in je leven. Zowel ofwel in je financiën, ofwel in je gezondheid, of in relaties, you know, of in welk onderdeel dan ook. Weet, alles is daar om je te empoweren en om je iets te zien, laten zien aan jezelf en aan de wereld. En wat Ra ook zei, het is een soort van de meeste like, dingen die gewoon niet werken voor iemand, komen vanuit het niet volgen van strategie en autoriteit. Dat is ook iets, alleen, you know, let's not put it all together. Hey, daar merk ik ook wel een vooruitgang, dat ik het veel meer stap voor stap kan doen. Bij mij staat warm. Houdt dat in een warme maaltijd? Well, what do you know? En ook, wat gebeurt er als je je lijf in warme, bijvoorbeeld sauna of zo? Weet je, het soort van, wat is je energieverwerking? Het is niet alleen maar over eten. Het gaat ook over energie. Het gaat over het door kunnen faciliteren van de evolutie van je lichaam. En ook, weet je, hoe je dat gaat eigenlijk ook weer samen met je zintuig. Wat is het zintuig? Bij mij is dat bijvoorbeeld aanraking. Hè? Je meest dominante, voor sommigen is het de geur. Voor anderen is het weer, you know, er zitten verschillende dingen. Dat haal je uit die pijltjes. Alleen, ja, weet je, het is wel leuk om te weten. Alleen, het is wellicht ook wel handig om te, ja, gewoon, je kan op alles trouwens YouTube, hè. Anyway, let's explore, people. Ik vind het leuk dat jullie erbij waren. En, smaak. Smaak. Ja. Erik, hier, merk wat dat al. Het gaat niet alleen maar over eten. Alles is energie. En dat vind ik zo cool aan human design. Het benadert ook alles als energie. Het benadert je lichaam als energie. En wel ook om het te eren, zodat, ja, je niet alleen de minste weerstand ervaart, maar ook het meest empowered uit de verf komt. En eigenlijk gewoon jezelf kent. En ook de mogelijkheid om anderen te leren kennen. Zo, so, dank jullie wel voor je presence, voor het kijken. En ja, veel plezier met het verkennen van jouw design. Mocht je erbij willen komen, in enjoy jouw design. Want hoe zou het zijn om het ook daarvan te genieten? Stap voor stap, you know, zachtjes even spelen met, wat is dat met aura? Wat is dat met die zogenoemde strategie? Gratis landen, weet, het gaat je laten zien. Oh, hier zit ik niet organisch in de actie. En hier zit ik wel, ben ik wel organisch in actie. So, ciao for now en tot de volgende keer allemaal. Bye bye.